Iedereen verdient een veilige plek in de wereld. En ik weet zeker dat elke VVD'er dat ook vindt. Tegelijkertijd weten we dat we die veilige plek voor iedereen op de wereld niet in Nederland kunnen aanbieden. We weten dat te veel mensen deze kant op komen. En dat betekent dat we en de echte vluchtelingen daarmee in de steek laten, dat we Nederlanders in de steek laten, dat de voorzieningen onder druk staan. Als je kijkt naar alle migratiestromen sowieso, hier is grip nodig. Hier is regie nodig, hier zijn duidelijke besluiten nodig. En dat kan. Dat kan heel goed. Het kan doordat we Nederland niet aantrekkelijker laten zijn dan de landen om ons heen met ons beleid. Klinkt heel simpel. Het kabinet is er wel op gevallen. Wij hebben het nu zo opgebouwd dat we onnodig aantrekkelijker zijn voor mensen om deze kant op te komen. En dat zijn niet alleen de echte vluchtelingen. Dat zijn mensen die vanuit verschillende redenen hier naartoe komen en daarna vervolgens de voorzieningen vastlopen. Iedereen kent de beelden van Ter Apel en de echte vluchtelingen ook in de steek gelaten worden. Dit is niet hoe het moet. Daar kunnen we flinke stappen in zetten. Het tweede is dat we de verdrinkingen op de Middellandse Zee moeten voorkomen. Het hele cynische model wat in stand wordt gehouden door mensensmokkelaars om mensen hier naartoe te krijgen waarvan men weet komt uit veilige landen, heeft niet eens rechten uiteindelijk om in Europa te blijven. Toch betalen mensen heel veel geld, brengen levens in gevaar om vervolgens hier in de ellende te belanden. En de ellende die wij ook vanuit de Nederlandse samenleving daarmee meemaken. Dat betekent dat we daar steviger in moeten optreden. In Europa samen met elkaar en daar moet Nederland een leidende rol in hebben. En mensen moeten veel sneller weten of ze hier kunnen blijven of niet. En dat betekent de kansarme procedures veel sneller, de evident kansarme mensen, zorgen dat veel sneller duidelijk is dat men terug moet naar het land van herkomst en daaraan werken. Maar dat betekent ook dat de kansrijken hier veel sneller moeten kunnen integreren. Want dan ben je ver naar mensen toe. Dan zorg je dat mensen een eerlijke kans hebben. En dat mensen, je weet, ik kwam als 8-jarig meisje hier naartoe. Ik heb de kansen gehad. En kijk waar ik nu mag staan met u. Dat gun ik elk 8-jarig meisje dat hier als echte vluchtelingen komt, dat dan ook die verre kans heeft. Maar dat krijgt ze alleen maar als we keuzes durven te maken.